participatie van Lammert Huitema heeft in de afgelopen 4 dagen bij ploegenwedstrijden die voor de marathons werden verreden niet goed genoeg gepresteerd om zich te plaatsen bij de beste 4 ploegen die vanmiddag in Heerenveen aantraden in een ploegachtervolging. In de finale daarvan zien we de ploeg van Richard van Kempen, de klerksformatie met Van Kempen in het voorste gelid. En tegenstander in de finale is de Russische formatie met Oleg Bozyev die hier een misslag maakt. De Russen hebben inmiddels Baranov verloren, maar ook de formatie Klerks rijdt nog met z'n drietjes omdat Cazemier het tempo niet bij kon houden. Het is belangrijk voor een ploeg om erbij te zijn in die eindstrijd van de ploegenwedstrijden, omdat de punten meetellen voor het individuele klassement. En Van Kempen en Kramer, die al een straatlengte voorstonden op Huitema, kunnen de man 20 punten verdienen als hun ploeg erin slaagt de achtervolging van de Russen te winnen. En de ploeg van Kempen met Stamhier en Kramer aan zijn zijde is gedreven genoeg om de Russen op achterstand te rijden en een paar seconden voor de Russische formatie te finishen, zodat Van Kempen en Kramer er 20 punten bij krijgen en het voor Huitema bijna onmogelijk is om de 5-daagse nog te winnen. Nou, ik ben bang dat ik niet meer kan winnen nu. Ze pakken nu 20 punten erbij en dan het gat is gewoon veel te groot. Ik kan alleen nog maar aanvallen. We krijgen straks een wat rare wedstrijd, 75 rondjes. Ja. Elke doorkomst zijn er punten te verdienen. Ja, dit is voor mij ook de eerste keer dat we zo'n wedstrijd hebben. Ik denk dat het een hele harde wedstrijd wordt, dat het heel hard gereden gaat worden. Maar dat voor Kempen niet meer te halen is. Tandenknarsend had hij toegekeken bij die ploegachtervolging. Ook omdat zijn ploeg Egon gisteren onderuit ging en daardoor er niet bij was toen er 20 punten te halen vielen. Maar Huitema probeert het wel vandaag. Na 32 rondjes was hij het zat in het peloton en kwam hij als eerste door en pakte 5 punten. Inmiddels heeft hij 20 punten gehaald, want hij is 4 keer als eerste doorgekomen. En het is de ploeg van Arnold Stam, de ploeg van Yep Kramer en dus ook de ploeg van Richard van Kempen die jacht maakt. Jacht op Lammert Huitema, de 29-jarige bezorger van leesmappen uit Roden, die hier weliswaar 25 punten haalt, maar er niet veel mee opschiet, omdat Richard van Kempen ook al eerder in de wedstrijd 12 puntjes bij elkaar heeft gesprokkeld. Gevoegd bij die 20 punten van de ploegachtervolging en de straatlengte die al voor stond, lijkt het pleit hier dus beslecht, want Huitema geeft zijn poging op. Ook omdat de formatie van Kempen hem natuurlijk niet liet gaan. En als Huitema dan even uitpuft in het peloton, denkt Van Kempen, ach waarom ook niet, laat ik nog maar eens kijken of ik de snelste ben in de sprint. En ja hoor, hij pakt er nog eens 5 punten bij. Van Kempen heerst, ondanks zijn blessure. Maar dan is er altijd nog onze nationale marathonkampioen Piet Kleine. 39 jaar, 14 jaar geleden werd hij Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En het is een hele senior op de marathon. Hij stond 10e na de ploegachtervolging in het klassement en slaagt daarin om weg te komen uit het peloton. 13 rondjes is hij nu wel als eerste aangekomen en dat tikt aan. Maar er wordt jacht gemaakt op hem. Niet overigens door de ploeg van Van Kempen, maar door de Russen. De Russen die eerder een bedenkelijke rol speelden in het voordeel van Kempen. Waarschijnlijk komt dat door een gebrek aan koersinzicht, maar het breekt Piet Kleine hier lelijk op. Want de Russen denken, hé, we kunnen een rondje inhalen, dat levert 4 punten op. En Kleine moet dan wel meegaan. En het gevolg is dat ze inderdaad een ronde pakken, die 4 punten krijgen, maar aan moeten sluiten aan de staart van het peloton. En dat betekent dat er voorin weer gesprint kan worden om de zo belangrijke punten. 7 inmiddels, want we zitten tegen het eind van de wedstrijd. 7 punten per doorkomst. Huitema denkt ze hier op te eisen, maar u ziet linksboven uw beeld Jillert Anema door het beeld gaan. Hij was eerder. Klein is dan in deze fase van de wedstrijd, de laatste 5 rondjes, nog de enige die iets zou kunnen ondernemen. Stel dat hij 5 keer als eerste doorkomt, dan pakt hij 50 punten en zou hij de 5-daagse winnen. Maar nee, Van Kempen zit er op het gemak bij in het peloton, want het is maar Bert Verduin, de Heemskerker, die nog 0 punten had, die weg is. 5 keer de bonuspunten pakt, 50 punten in totaal. Dat brengt hem op de 2e plaats in het dagklassement. Piet Kleine wint. Al gaat Verduin dan hier als eerste over de streep, want Piet Kleine sprokkelde maar liefst 90 punten bij elkaar. Oleg Bozyev denkt dat het nog lang niet afgelopen is. Maar de winnaar van de Vijfdaagse is natuurlijk Richard van Kempen. En dat ondanks die blessure waarmee hij aan de start verscheen. Ja, dat klopt. In Arnhem heb ik een gigantische bloedblader opgeschaatst. En die is vannacht alleen maar erger geworden. Een heel groot kloppend gevoel. Dan doe je geen oog dicht. En met die ploegenachtervolging is die ontsteking in mijn lymfeklieren geslagen. En die begonnen verschrikkelijk op te zetten. En het was natuurlijk heel link om daaraan te beginnen. En ik ben van tevoren eerst bij de dokter geweest. En ik heb er penicilline voor gekregen tegen de pijn. Maar dat betekende ook dat ik het gigantisch zwaar zou gaan krijgen. Yep Kramer was denk ik een van de weinigen die op de hoogte was van je blessure. Yep die was op de hoogte. We hadden ook afgesproken met de ploeg dat zodra ik niet meer zou kunnen rijden, ook met mijn hartslagmeter erbij om de hartslag in de gaten te houden, zou ik die jongens een seintje geven en dan zou Yep voor zijn eigen kansen rijden. Maar in eerste instantie, zolang ik op het ijs was, zou Yep niet tegen mij schaatsen. Je hebt een rotjaar achter de rug vorig jaar. Hoe voelt het nou om weer te winnen? Dat is wel een lekker gevoel. Het verzacht toch wel weer een hoop team. Je zit weer op de troon in je koninkrijk. Ja, nu proberen nog een paar maandjes vol te houden. En ik hoop dat het nog gaat vriezen van de winter. Daar zijn we hard aan toe. Richard van Kempen, winnaar van de Vijfdaagse, 213,1. Dan Kramer, Kleine, derde plaats. Huitema gepasseerd en vijfde de Rus Bozyev.